Iedereen herinnert zich nog wel zijn eerste baantje. En vast ook nog wel waar de eerste zuurverdiende centjes aan uitgegeven werden. De meeste jongeren gaan er lekker van stappen of kopen nieuwe kleren. Vanzelfsprekend als je volledig gezond bent. Maar wat nou als je leukemie hebt of een ernstige hartkwaal en je wilt ook graag werken? Het Emma Kinderziekenhuis begint daarom een uitzendbureau voor chronisch zieke jongeren. Een van hen is Stefanie Berzé. De 19-jarige Stefanie heeft jarenlang gestreden tegen een chronische nieraandoening. Sinds een paar jaar heeft ze een donornier en gaat het relatief goed. Ze kan weer naar de toekomst kijken. Maar een leuk bijbaantje vinden, dat viel nog niet mee. Bij die sollicitatie was het van, oh, dus je hebt geen ervaring? Nee. Nou ja, dan was het echt van, oh, helemaal verbaasd. Van, ja, nou ja, is dat erg? Zo, ik kan toch leren? Via uitzendbureau Emma at Work is Stefanie sinds een maand aan de slag bij de NS. Ze zit op kantoor boven Amsterdam Centraal en krijgt eindelijk de kans zich te bewijzen. Volgens haar collega's is ze juist door alle tegenslagen super gemotiveerd. Het gevoel van waarde is ook heel erg belangrijk. Dat ze gewoon normaal deelnemen aan het economisch proces en arbeidsprestatie leveren en daar gewoon geld voor terugkrijgen. Er wordt wel op me gelet soms van, hey, drink je wel genoeg en zo. Dat waardeer ik wel heel erg. Dat vind ik echt leuk dat ze dat doen. Ja, maar niet van, oh, jij bent ziek en we moeten rekening met je houden. Maar nou, gewoon leuk. Met veel ziektes die 25 jaar geleden nog dodelijk waren, kunnen 9 van de 10 kinderen tegenwoordig gewoon volwassen worden. Ook Stefanie. Maar alle ziekenhuisopnames hebben haar sociaal wel op achterstand gezet. Maar toen ik eenmaal getransplanteerd was, had ik wel zoiets van, nou, ik wil wel weer eens wat. Maar ja, dan is het weer dat je chronisch ziek bent. En dan gaan ze denken van, ja, kan je dat wel? Dan val je niet uit en dan zodoende heb je geen kans. Door haar baantje bij de NS flirt Stefanie nu weer helemaal op. Zelfvertrouwen wordt gewoon veel beter. En ze doet veel meer zelfstandig. Dat merk ik gewoon. De eerste 10 chronisch zieke jongeren zijn inmiddels geplaatst. Ze voelen zich beter. Onze ervaring is ook dat jongeren niet minder ziek zijn, maar wel gewoon de drive hebben om te gaan. Ze hebben een reden om op te staan. Ze gaan naar hun werk. Ze doen mee. Ze verdienen hun eigen geld, wat natuurlijk voor jongeren superbelangrijk is. Dat weet je zelf nog als puber of als je eerste vakantiebaantje. Dat ben je nooit vergeten. Nou, dat is voor jongeren met een chronische ziekte natuurlijk ook superbelangrijk. Ook volgens haar chef is er geen reden tot koudwatervrees. Wij zijn heel tevreden over hoe het gaat. Ze is ook goed opgenomen als collega. Wordt normaal behandeld door de collega's. Dat is niet met een grote uitzondering. Je hebt weer een beetje de drive om iets te gaan doen. Als je continu thuis zit omdat je niet in school gaat. Dan, ja, ook al vermaak ik me wel. Je hebt toch wel zoiets van, ja, ik wil ook wel iets zinnigs gaan doen. Iets waarmee ik iets bereik. Voor Stefanie ligt de toekomst weer open. En in september begint ze daarom aan de modevakschool. Ze heeft er vreselijk veel zin in, maar of ze dan nog energie over heeft voor haar vakantiebaantje? Als ik dit ernaast zou kunnen doen, zou ik dat wel heel graag willen doen. Het is gewoon toch ja, een goed gevoel dat je zelf je centjes bij elkaar sprokkelt. Dat vind ik een goed gevoel, maar in ieder geval moet ik even kijken of dat wel gaat lukken.